jullie verliezen met 3-0 van Jong Sparta. Wat zegt die uitslag over de wedstrijd? Nou, ik denk niet dat het de juiste weergave van de wedstrijd is. Ik denk ten eerste dat de overwinning van Sparta niet helemaal verdiend was en zeker geflatteerd. Maar ja, goed, we hebben verzuimd de kansen die we gekregen hebben. Dat waren er toch een x-aantal om die af te maken. En dan, dan kunnen momenten van onachtzaamheid achterin kunnen fataal worden. Ja, is dat ook een beetje de hoek waar jullie nu in zitten? De hoek waar de klappen vallen? Want zo'n bal op de binnenkant van de paal en de onderkant van de lat, daar zit het ook niet even mee, hè? Nee, je kan wel zeggen dat het vandaag niet mee zat. Maar het is nou niet dat we al weken de kansen aan een rijgen. We hebben tot op heden, moet we eerlijk zijn, in wedstrijden niet al te veel gecreëerd. Misschien op Kozakkenboys na iets meer. Maar vandaag was dat er wel. En we hebben ze niet gemaakt. En dan kan je een wedstrijd verliezen. En we geven aan het eind wat ruimte weg, waardoor er nog twee invliegen. Maar dat zegt me niet zo gek veel. Ik heb in ieder geval een goed GVV gezien. Zeker de eerste helft. Middengedeelte van de tweede helft ook. Alleen het was niet voldoende om de wedstrijd aan toe te trekken. Nee, maar je hebt wel een goede wedstrijd gespeeld. Hoe hard hebben jullie dat nodig, een goede wedstrijd? Goede vraag. Dat hebben wij hard nodig, vind ik. Omdat we... Natuurlijk, resultaat is iets om vertrouwen terug te krijgen. Maar ook een goede wedstrijd tegen de nummer 2. Want laten we niet vergeten dat Jong Sparta een hele goede ploeg heeft. Met heel veel beweging. Die een hoog tempo opbouwen. Dat heb ik nog niet eerder gezien. En als je daar zo'n wedstrijd tegen gaat spelen en eigenlijk, laat ik het nog maar zeggen, minimaal een punt verdient. Ja, dan geeft dat ook wel iets aan een elftal van vertrouwen. Maar goed, dat helpt alleen als je volgende week hetzelfde op de mat legt en dan je kansen maakt. Want anders is het een momentopname geweest. Ga je dat volgende week ook weer met 2 spitsen doen? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Nee, want je begon vandaag met een ander systeem. Is het wel bevallen? Ja, goed. Je hebt denk ik het resultaat zelf gezien. Nou ben ik normaal niet zo van het switchen van systemen. Maar goed, misschien als een elftal iets minder in zijn vel zit, is dat een oplossing om wat meer dan normaal op tegenstanders te letten. En de kansen en bedreigingen die geven. En dan zie je dat we daar vandaag echt wel voordeel uit gehaald hebben. En hoe dat dan volgende week is, daar gaan we maandag even over nadenken.